Een dame die vandaag twee petten op mocht zetten. Cool cat bij mij aan tafel, Angela van Rijthoven. Angela, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Laten we het eerst even hebben over How About Rita, want het prachtige ensemble wat je nu aan hebt. Ja, dit is de Rita-look, hè? Ja, dus dat moet ook zo. Dit is ook echt de jurk. Als ik jou hierin zie, dan weet ik al, jij bent op weg naar How About Rita. De jurk, het krulletje. En, we moeten even de schoenen op tafel. Normaal de schoenen. Niet de schoenen op tafel, maar het heeft alles te maken met ook... Hè, je moet erover nadenken, mensen. De duivel zit hem in de details. Zoals ik al dacht, ik denk, wat een rare hak heeft ze ook. Maar het zijn echt inderdaad die hele mooie, dure Franse schoenen. Die hele mooie, dure schoenen. En dit is een collectors item. Oh. Ja, dus als deze aangaan, dan weet ik dat het 2 uur lang prachtig eruit zien is. Ja. 2 uur lang pijn lijden, maar daar kan me voor over. Ja. En 2 uur lang risico lopen dat je tussen de podiumdelen blijft zitten. Ja, willen we daar nog even over praten vanmiddag ook? Nou. Want je stond op de bühne dus lekker bij Café Lieversen, die mooie tuin ook. Ja. Maar ja, dat wel houten planken en toen? Nou ja, en toen, ja, ik bleef erin hangen. Ik stond te luisteren naar een solo van Harry Kanters. En ik wil weer naar mijn microfoon lopen, maar allebei mijn hakjes zaten tussen een podiumkier. Dus ik... Ik val bijna op een snuffert. En ik kon er ook niet meer uit. Bukken, schoenen proberen los te wrikken. Lukte niet. Dus maar uit mijn schoenen gestapt en een rondje om mijn schoenen heen gedanst. Ja. En dan maar gewoon doorzingen. Alsof er niks aan de hand is. En wat merkt hij aan het publiek? Dat hij ook ja, al dat lachen. Ja, iedereen lachen. Soms wil je dat ze lachen. Doen ze het niet. Als je denkt, nee. En meteen allemaal fotografen eromheen. En ik dacht alleen maar, help mij. Ja, en mijn schoenen ook. En mijn schoenen. Want het zijn collectors items ook nog. Ja. Dus dat deed ook wel inwendig een beetje pijn. Ja, want ze zijn beschadigd. Ja. Dus dan wordt nu naar de schoenmaker en dan die mooie gekrulde hakken. Ja, maar dan gaan we ze weer helemaal netjes herstellen en dan is het handelsmerk weer terug. Echt, als ik een euro zou krijgen voor iedere keer dat die schoenen op de foto worden gezet, had ik al 3 paar. Ja, en dan had je, of iedereen die dan ook een cd zou kopen, dan was je ook wel uitverkocht geweest. Was ik helemaal binnen, jongen. Denk ik. Ja. Hey, met How About Rita, je speelt deels ook eigen liedjes, maar het is ook... werk wat al langer bekend is. Dus waar moeten mensen aan denken wat jullie dan spelen, wat ze zouden kunnen kennen? Nou, we spelen stukken van wel de grote, met name zangeressen uit de jaren 40, 50. Dus Judy Garland, Peggy Lee, June Christie. Natuurlijk stukken van Ella Fitzgerald. Maar wat een beetje onze insteek is, is om juist die liedjes te nemen die destijds en nu niet plat gespeeld werden en worden. Zodat het wel herkenbaar is. Yeah. Het zijn allemaal wel ooit hitjes geweest. Maar niet echt gevestigd in het standaard repertoire. Mm-hmm. Dus het is bekend en toch onbekend genoeg om verrassend te zijn. En wij maken daar dan onze eigen arrangementen natuurlijk op. En dan kun je daar lekker mee spelen. Maar ja, dan die andere jazzpad dus dan ook nog. Maar dan is het dus niet krul... Niet nee, deze mooie jurk, nee, dat niet is, die fabulous schoenen. Dat is wapperende haren, dansende krullen. En wat wordt het dan? Ja, als die look, dan komt de witte smoking, de tuxedo, die komt tevoorschijn. En de mannen in mijn band, die hebben een mooie zwarte tuxedo aan. En dan vormen wij de formatie Mrs. Jazzanova. Ja? En met Mrs. Jazzanova spelen we popliedjes. Nou ja, wanneer je popliedjes, vooral van die heel geproduceerde stukken als van Michael Jackson bijvoorbeeld, wanneer je die alleen maar speelt met piano, contrabas en drums, ja, dan wordt zo'n stuk al gelijk heel anders in zo'n akoestische setting. En dan harmoniseren we die stukken ook nog en we geven ze natuurlijk een jazz feel, waardoor het liedje absoluut herkenbaar blijft, maar ineens een ander stijltje heeft. Okay. En dat is leuk, dat geeft echt een grote herkenning bij het publiek, hebben we gemerkt. Laten we eens even gaan kijken hoe dat het vanmiddag bijvoorbeeld eraan toe ging. Café Lieversen dus, hè, die fijne tuin, je had het heerlijke weer. En nee, echt, je hoeft niet met schrik te kijken dat je denkt, dit is het moment dat nee, die mooie hak eraan gaat. Nee hoor, we hebben gewoon een mooi stukje muziek voor je uitgezocht. Dank je. Get a tasking, a brown, a yellow basket. I wrote a letter to my mommy, but on the way I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and she put it in her pocket. She was strutting down the avenue with not a single thing to do. She was tapping all around. There she spied it on the ground. She took it, my little yellow basket. And if that girlie don't return it, I think that I will die.
Jij dacht van dit stuk, volgens mij deed ik dit op blote voeten, als je dat niet. Ja, maar dit was het tweede liedje. Was nog niet. Nee, dat was nog niet. Nee. Toen met How About Rita dan gespeeld. Jullie stonden in ieder geval lekker in de schaduw ook. Ja. Is dit al te warm eigenlijk om op te treden of kan het nog wel? Nee, als je speelt, als je aankomt en je moet opbouwen, ach, dan heb je zo last van de hitte. En als je af moet breken, heb je zo last van de hitte. Maar als je aan het spelen bent, ja, eigenlijk niet. Natuurlijk voelt iedereen dat hij peentjes aan het zweten is. Maar je bent gewoon je gefocust, je bent je ding aan het doen. Ja. Je bent met elkaar bezig, je bent met het publiek bezig. Je merkt niet dat het warm is. Dan nu in de zon, vind je wel avondoptreden leuker? Dat dan misschien mensen sneller gaan dansen of zo? Dat toch de schroom als de zon weg is? dat ze een beetje in de schemer staan, bedoel je? Dat Nederlanders iets minder verlegen worden of zo? Mm. Nou, ja, kan. Niet altijd de vaste wet. Nou, ik moet je zeggen dat de meeste mensen die ik zie dansen, die kunnen echt zo waanzinnig goed dansen. Dat zijn die Lindy Hoppers. Ja, hebben er heel veel van. Ja, ik vergeet soms bijna. Ik moest pas ook spelen met Zoet op donderdagavond. In de Avenue, in de vintage, Zoet is een vintage dance band. En ik viel daarin voor Lia Klein, de vaste zangeres. Er was dus een Lindy Hop cursus gegeven en al die mensen gingen dansen. Maar ik moest ondertussen invallen, dus mijn focus goed houden. Maar die mensen dansen te gek. Dus ik was helemaal afgeleid. Ik denk, oh, weet je, dan ga je paardjes volgen. En dan denk ik, oh ja, ik moet zingen. Ja, oh, ik moet weer. Oh, dus de mensen leuk. Die ik zie dansen, die kunnen dat echt zo goed. Ja. Licht of schemer, dat is maakt altijd goed. Maakt niet uit. Überhaupt, hè, muziek is jouw leven. Hè? Je bent ook zangcoach, vocal coach. En dan kun je denken natuurlijk, ik wil graag mooi leren zingen. Maar een sportcoach of een docent klopt ook bij jou aan. Hoe dan? Wat heeft die aan? Moet die zingend geschiedenisles gaan geven? Dat zou toch leuk zijn? Ik weet zeker dat het dan blijft hangen. Ja, alles wordt leuker als je zingt. Ja. Nee, ik heb een masteropleiding gedaan. Een complete vocal techniek. Een complete vocal techniek, ja, zegt het eigenlijk al. Het is de complete zangtechniek. En die complete zangtechniek pretendeert niet dat hij alles weet over zingen, maar wel dat hij alles beslaat wat te maken heeft met stemgebruik. Dus ook sporters, met name coaches, die een team aanvoeren, die moeten leren schreeuwen zonder dat ze gelijk hees worden of hun stem kwijt zijn. Dus ik leer ze verantwoord schreeuwen. Na een lesje, jongen, kunnen ze echt gillen als de beste. Ja. En docenten ook. De docentenvakje praat de hele dag. En als je moe wordt... Mm-hmm. Je moet gaat steeds die achterste bank bereiken. Precies. Dus mensen, als je moe wordt, wordt het middenriff ook wat moe. En dan werkt dat, die ademsteun, die gaat een beetje... Ja, die wordt vermoeid, punt. En dat kun je trainen. En dat is natuurlijk heel handig als je docent bent, dat je om 2:50 nog steeds een lesje kan draaien wat verstaanbaar is. Ja, oh, goed. Ja. Nou, dan überhaupt ook nog mensen leren zingen. Komen ze ook wel eens binnen dat je echt denkt, na 3 lessen, deze gaat het nooit leren? Of is in basis iedereen kan zingen of leren zingen? Nee, ik denk niet dat iedereen kan zingen of kan leren zingen. Maar het heeft niet zoveel te maken met het instrument wat je hebt. Want zelfs stemmen die niet mooi worden gevonden, waar een rasp op zit of die een beetje heesig zijn, dat zijn vaak ook weer hele typerende stemmen die wel raken. Want dat is belangrijk, dat je dus iets kunt overbrengen en dat je de boodschap kunt communiceren. En een vereiste, denk ik, voor iedere muzikant is dat je muzikaal bent. En wanneer je niet muzikaal bent, ja, dan heb je dus niet een innerlijk gehoor voor wat je moet zingen. En dan kun je nog zo'n prachtige stem hebben. Als je vals zingt, is het echt een beetje jammer voor jou en voor het publiek. Zeg je dat dan ook wel eens van, nou, hey, ja, tuurlijk. Piet, laten we gewoon maar niet meer doen. Nee. Ja, het is zonde van iemands moeite. Je moet iemand niet aan het lijntje houden. Het is ook zonde van het geld. Tuurlijk moet je dat zeggen. Als je zelf optredens gaat kijken, misschien ga je zo meteen ook nog wel even de stad in. Sta je dan continu zo met zo'n beroepsdeformatie zo? Ja. Meer middenriff hoor. Die kopstem, dat ging helemaal niet goed. Ben jij er zo een? Nou, soms. Ja, erg hè. Soms hè. Maar dan kan je helemaal niet meer genieten. Nee. Dus ik probeer dat wel uit te zetten. Dat lukt niet altijd. Maar ook nog wel eens dat je verrast kan worden dat je gewoon alleen maar denkt, wauw. Ja, natuurlijk, joh. Ik was weg met hem of haar. Tuurlijk, joh. En ik heb ook mensen, ik heb studenten op les, die zingen mij er 100 keer uit. En denk ik echt, oké. Okay. Als docent kan ik ze nog wat leren, maar als zangeres dan denk ik echt zo, goed gedaan. Heerlijk. Maar wat je net al vertelde, je hebt ingevallen. Je hebt dus gespeeld met Miss Jazz en Nova. Vandaag dus de mooie jurk en de hakken voor How About Rita. Morgen ook nog aan de bak of is het dan... Morgen heb ik vrij.
En dan ga ik lekker al die Festival Surprise Bands af en even bij Antoine Trommelen kijken, want ik heb nog helemaal niks gezien van zijn 40 jaar jubileum. Jazziversary viert hier zo. Precies, inderdaad. Jazziversary. Ja, goede woorden ook weer. Ja, dus mannen. Ze bedenken het gewoon waar het bij staat ook. Nou, dan ga ik je daar nog heel veel plezier mee wensen, ook nog met zometeen even de stad ingaan. Dankjewel. En met morgen dus dan nog, pak ze mee die Surprise Bands, want dat zijn met visitekaartjes van het festival waar ze graag mee werken. Ongetwijfeld weer tot volgend jaar, hè? Ja, ik mag hopen van wel, ja. En voorzichtig met de schoenen en met je enkels. Ach, dank je. Zoals vrouwen dan altijd zeggen, het staat enig, maar het zit nog beter. Dat is gewoon heel erg belangrijk dan. Breda Nu.